dat je kijkt naar Knutsel TV. Oud speelgoed, oude boerderijdieren. Je vindt ze overal in de winkel, op de rommelmarkt of in de kringloopwinkel. Het wordt tijd dat we ze een andere bestemming gaan geven. Het is hier één gekke beestenboel. Ik heb er zin om te knutselen, zus. Jij? Ja, zeker te weten. Vandaag staat in het teken van visite. En ik gebruik cupcakevormpjes, niet voor de cakejes, maar deze keer voor de slingers. Lintband of touw, een breinaald en speciale knutsellijn. Je kunt ervoor kiezen om een effenkleurstof te gebruiken voor de hele slinger, maar je kunt ook alles door elkaar doen, dat ga ik doen. Een glazen schaaltje om de koekjes in te doen, knopen en Polymax kristallijn. Nou, omdat het zo'n priegelwerkje is en deze nogal groot is, spuit ik alvast wat lijm op het schoteltje en dan werk ik vanuit daar dat werk wat makkelijker. Ik heb nodig een fotolijstje, mooie plaatjes en de Bison Kit transparant. Nou zus, ik werk ook met transparante lijm, dus als ik klodders maak, dan zie je dat in ieder geval niet door het glasplaatje heen. Dus ik ga dit eens even flink insprayen. Nou, dat doe ik door middel van knutsellijm. En wat het fijne is van deze lijm, is dat dus je stopt met drukken, dus ook geen lijm meer uitkomt en dan zit ook niet gelijk mijn hele tafel onder. Kijk, want ik heb hier textiellijm. Ja. Goed opletten met de textiellijm. Heel weinig aanbrengen.